Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij zijn nu een dag van tevoren op de vrijdag. Staan we hier voor de Aldi. En we weten namelijk uit ervaring dat de Aldi's vaak al veel eerder hun vuurwerk in het magazijn hebben liggen. Dus vandaag in deze video gaan we jullie meenemen naar onze zoektocht. Verschillende vestigingen af. Welke heeft al? Dus ik ben super benieuwd of het lukt. Maar als jullie deze video zien, dan is het in ieder geval gelukt. Het is weer zover. We hebben een laatste levering gehad van de PTD-torch. Dit is echt de allerlaatste levering die binnen is gekomen. Mochten jullie hem willen bestellen, pyroteamdelft.nl, jongens. Dan krijgen jullie hem voor oud en nieuw nog in huis. Ik verwacht net als vorig jaar dat hij zeker voor de kerst weg is. Dus wees er snel bij. Wij gaan de eerste Aldi in nu. Kijken of ze hier al wat hebben gevuld. En daarna gaan we denk ik andere vestigingen af, toch? Ja. We zijn onderweg richting, en jullie gaan het niet geloven, maar we zijn onderweg naar Breda. We hebben namelijk van iemand van jullie op Instagram gehoord dat ze hier al vuurwerk in de schappen hebben. De meeste Aldi's zijn super streng. We waren dus bij de vestiging van net. En toen zei die gast gelijk al van je mag niet filmen en zo. Dus toen waren we meteen maar naar buiten gelopen. Alleen in Breda schijnen ze het dus al in de schappen te hebben. En waren het niet dat wij gelijk eventjes ook ergens in Breda moesten zijn. Dus we gaan daar nu onderweg naartoe. En als ze daar hebben, jongens, is niet normaal. Dan zou het echt een hype zijn. We rijden op de snelweg. En volgens mij rijdt hier een vrachtwagen met een volle lading met ons mee. Ik ben benieuwd. Yes, jongens. We zijn bij de Aldi, zoals jullie zien. We gaan even kijken. Yes, jongens. Het was dus niet voor niks geweest. Zoals jullie zien, volle schappen. En alles behalve het vuurwerkmeterpakket. Nee, die hadden we ook, toch? Nee, man. Alleen deze niet. Maar dat geeft niet, want we hebben voor de rest alle fonteinen erbij zitten. Deze knetterhortjes gaan we ook halen. Die waren wel leuk, volgens mij. De knetterkings zijn ook op voorraad. Deze hebben wij nog uit 2018, weet je dat nog? Ja, man. Van de heel karton. Rapellinten, die laten we ook lekker liggen voor iedereen. We hebben maar twee pakjes, heel bescheiden. En dit is de vestiging, jongens, in Breda dus, hè. Heel bescheiden, twee pakjes. Er kan nog wel een derde bij, toch? Hoppa. Ja, jij betaalt, dus... Het meterpakket. Huh? Het vuurwerk meterpakket. Het enige wat ik hier aan mis, is wat een aantal jaar geleden er wel was, waren de grondbloemen. Ja, die zitten die er niet in? Nee, man. Maar die mogen volgens mij helemaal niet meer. Oh, is dat zo? Dan heb je hier het Pyro Party Box. En de bonbonnetjes. Hadden we die nou ook in de kar? Lijkt een beetje alsof je artes in zo'n ding hebt staan. Bonbonnetjes. Volgens mij is dat zijn. Ja. Ja. Wel, check. Nou, we hebben alles. Ja, die man die heeft echt geld te veel, hè? Zo doen. Nou, Jordi. We hebben van de hele car geshopt. Ja. En jij betaalt, hoorde ik, man. Gek. Wat zie ik nou weer? Alles ligt op de band, jongens. Hoe ziek is dat? Jordi gaat afrekenen, hoorde ik. En dan kunnen we gaan afsteken voor jullie. Helemaal naar Breda speciaal, omdat ze het nu al hebben. Achter mij nog sneeuw in Breda. Bij ons in de regio was dat helemaal niet, alleen ijs. Ik zou zeggen, laten we beginnen met knetterlinten. Want ik weet dat heel veel mensen daar benieuwd naar zullen zijn. Toch? Jij ook, hè? Zeker weten, het zijn de leukste. Beginnen we gewoon even mee. Met de PTD-torch. Hoe is die? Nee. Meen je dit? Zo. Dit is nog slechter dit dan slecht. Dit is niet normaal slecht. Dit is god. Oh mijn god. Jezus. Gast. Wow. Meen je dit? Jij wilde er nog meer drie pakken van halen. Kijken. De Knetterkings. Die zijn wel goed. Nou, de fluit wel, maar die knetter valt ook wel mee. Ja? Gooi je me even wat verder, gek. Je hebt fucking mijn oor fijn, jongen. Klote ding, joh. Zo! What the fuck? Hij ontplofte, gek. Zo, hé. Hey. Wat komt daaruit, gek? Ah, gelukkig dat je die niet in je hand had. Wauw. Wat hebben we nog meer wat we kunnen testen? De nitro's. Een soort van tijntje ook, toch? Want jongens, in deze video gaan we niet alles stoken voor jullie. We laten gewoon even wat zien, zodat jullie weten wat jullie moeten halen als jullie deze video zien. En wat vooral niet, zoals die knetterlinten. Klopt, even kijken. Niet roodje. Volgens mij zijn het een soort van tijntjes, die moet je rechtop zetten. Oh, oh ja. Ook een knal. Boom. Ja.
Oh ja. Kijk, de prijs was niet veel, want jullie hebben net de schappen kunnen zien. En alles wat wij dus hebben besteed was 78 euro. Nou, ik kan me niet voorstellen dat die 21 zo zacht waren. Hier, wat gebeurt er nu dan? Dit is gewoon alsof je twee knetterlinten in het hals steekt, man. Wauw. Nou, dat was 5 euro. Hey, dit is niet normaal, man, joh. Ze gaan ook heel lang door. Oké, okay, nou ja, die hoeven we dus ook niet te halen. Dan hebben we ook nog deze. Die gaan we ook even testen met de PVD-torch. We doen er ook even een paar van. Weet je nog voor een paar jaar geleden hoe goed deze waren? Kan je testen. Knetterfonteinen zijn dit namelijk. Nou, ben benieuwd. Zo. Knetterfonteinen, jongens. Zo. Nee, maat. Dit zijn gewoon, het zijn gewoon dezelfde. Ja, hetzelfde als Knetterkings. Hier, kijk maar. Oh ja, knetterfontein. Ja. Zie je? Dus dat is gewoon een Knetterking, maar dan met een omlabeling. Ja. Heel slecht. Voor je oren, ja. Ja, deze kan ook knallen, hè. Oh. Huh? Dit is goed, man. Beter. Tot nu toe het beste, deze. Kijk dit. Goed. Eerlijk, deze is het beste tot nu toe, hè. Ja, toch valt deze ook wel tegen, hoor. Maar, het gaat lang door, maar. Dan hebben we deze nog, de Disco Nights. Hoe zijn de fonteinen dan, hè? Erg fel. Hebben we deze ook nog? De knetterrotjes. Een paar jaar geleden nieuw, deze was 5 euro. Die waren wel best leuk volgens mij. Ja, maar laten we testen. Maar ja, dat is ook elk jaar maar weer een verrassing natuurlijk. Exact. Laten dat we gewoon verandert wel eens. Laten we gewoon even testen. Als ik er wat uit kan krijgen. Want ik wil nog een video voor jullie maken, jongens, waarin we alles afsteken. Maar we kunnen even snel aan jullie laten zien, of horen eerder, hoe de knetterrotjes zijn dit jaar. En als ze goed zijn, check ik ook even de badge trouwens, man. Ja. Wauw. Dit is dus ook echt gewoon één grote. Serieus? Hey, ik snap wel waarom het zo meeviel, die prijs. Dit is niet normaal, man. Gast, dit zijn toch geen knetters, man? Ja, ja, niet die hoe wij ze kennen. Oké, okay, die ging iets. 2021. Bewaar altijd je bonnetje als je naar de Aldi gaat. Want je ziet nu hoe slecht het is. Dat kunnen jullie nog terugbrengen voordat je dadelijk tientjes kwijt bent. Kijk, zo slecht zijn ze, jongens. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Kijk, die rook aan die achterkant eruit komen. Ja. Kijk je. Het is meer een rookbom dan... Yes, jongens, dat was weer de video voor vandaag. We hebben jullie even een impressie gegeven van de vestiging in Breda, waar ze dus vuurwerk al hadden. Maar het is veel minder de moeite waard. Daar was ik al bang voor. We zijn namelijk bij de HEMA geweest. We zijn bij de Big Bazaar geweest, bij de Lidl. Eigenlijk geen enkele winkel had het vuurwerk zoals wij het zouden verwachten. En ook de Aldi dus, helaas. Mochten jullie morgenochtend bij een vestiging komen, jongens, bewaar je bonnetje goed. Want als het slecht is, leef je het gewoon weer opnieuw in. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Vooral dat. Want jongens, kijk eens hoeveel moeite wij doen voor jullie.